Waarschijnlijk heb je al heel wat aankopen en verkopen gedaan bij jouw online broker. En als dat nou bijvoorbeeld de Giro is, dan weet je dat de aandelen op de Amsterdamse beurs standaard 2 euro kosten. Terwijl het op de Amerikaanse beurzen maar 50 cent is. En nou had ik laatst twee transacties gedaan: ten eerste 1000 euro aan Shell-aandelen op de Euronext in Amsterdam. Waarbij de kosten dus 2,30 euro zijn, zoals we hier zien. En ik had ook voor 780 euro aandelen Nio gekocht op de New York Stock Exchange met kosten van 58 eurocent. Dus het verschil tussen die twee transacties is 2,30 euro min 58 eurocent is 1,72 euro. Tenminste, dat zou je zeggen toch? Maar dat is dus niet zo, want het verschil is eigenlijk maar 94 eurocent en dat komt dan juist door die verborgen kosten. Hoe dat zit, leg ik uit in deze video. Geef een duimpje omhoog tijdens de intro, dan kunnen we beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passieve Een video waarin we dus gaan kijken naar alle kosten van online brokers, van online beleggen. En laatst, als ik namelijk zelf ook wat het vergelijken, ik wil namelijk wat meer actief gaan beleggen. En ik was aan het kijken: van is de Giro die ik nu gebruik dan nog wel steeds de beste keuze als ik meer. Ja, niet gaat daytraden, maar meer wat gaat swingtraden. Dus vaker ga ik aankopen en ook vaak sneller ga verkopen. En nadat ik dus verschillende brokers zoals de Giro, Links, Bink heb vergeleken met elkaar... lijkt het er sterk op dat in ieder geval de Giro dan nog steeds het meest aantrekkelijke is. En de Giro is natuurlijk al de broker waar ik normaal ook gebruik van maak voor aandelen voor de lange termijn mocht je nou ook willen beginnen met beleggen en gratis een account openen bij de Giro nou dat kan via de link onder deze video maar omdat ik dus toch al accounts heb bij de Giro dacht ik mooi die Broker heb ik al, dan hoef ik in ieder geval niet meer verder te gaan zoeken, hoef ik niet meer onderzoek te gaan doen. Maar toen kwam afgelopen week, geloof ik, het Financieel Dagblad ook met een, met een artikel, een nieuwsbericht, juist over de verborgen kosten bij online brokers. En wat we dus in dat artikel lezen is dat er vaak verborgen kosten zijn of dat kosten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Maar we zien ook heel vaak dat prijsvergelijkingen die deze brokers op hun website gebruiken, vaak gebaseerd zijn op oude tarieven van concurrenten. Waardoor je eigenlijk nooit ja, het actuele en het goede overzicht of de goede vergelijking krijgt. En dat is voor mij dus nog een extra reden om toch nog even goed naar die kosten te gaan kijken. Nou, in deze video pak ik de Giro als voorbeeld, omdat dat de broker is die ik dus het meest gebruik. Ik denk ook de meeste van mijn kijkers die daar gebruik van maken. Uh, maar heb je een andere broker dan ook zeker. Naar die kosten van die broker kijken. Maar zoals gezegd, de Giro gebruiken we hier puur even als voorbeeld. En gaan we dan nou naar de website van de Giro. Uh, dan zien we eigenlijk best wel ja, duidelijk de kosten vermeld staan op hun tarievenpagina. We zien al direct onderaan. De aandelen op de AX kosten 2 euro. Plus nog 0,03% van je aankoopbedrag. En we zien dat dat voor de Amerikaanse beurs, voor de VS, uh, een starttarief is van 50 cent. En 0,004 dollar cent per aandeel. En dat zijn dan ook de kosten waar we meestal aan denken. Dat zijn de kosten die we zien als we ook een later een transactie gaan doen bij de Giro bijvoorbeeld. Maar gaan we ook kijken naar bijvoorbeeld als je ingelogd bent: het kosten- en lastenoverzicht. Dat kun je doen uh, via overzichten. Vervolgens rapportages en dan kun je een overzicht downloaden van de kosten en de lasten. Het meest actuele overzicht is nu 2019, terwijl bijvoorbeeld wel de jaaropgave van 2020 al klaar is. Dus ik had eigenlijk ook 2020 verwacht, en in dit voorbeeld van deze video pak ik even mijn kosten uit 2018. Nou, we zien dat ik in 2018 begonnen ben: het jaar met 736 euro aan belegd vermogen, en het jaar afsloot. Met 7383 euro. En de kosten die ik in 2018 maakte, waren 45 euro en 53 eurocent. Oftewel 0,62% op mijn totaal belegde vermogen. Nou, kijk een paar pagina's verder, dan zien we eigenlijk een specificatie staan van die kosten. Lopende kosten bedragen 7,50 euro, omdat ik 3 keer 2,50 euro aansluitkosten per jaar betaal. Voor de verschillende beurzen waar ik, ik actiever ben, waar ik aandelen dus heb. Uh, denk bijvoorbeeld aan de New York Stock Exchange of de Cetra, want ik geloof bijvoorbeeld dat Amsterdam inmiddels, ik weet niet of het 2018 ook was, Amsterdamse beurs, daar heb je geen beurskosten, daar heb je die 2,50 per jaar niet. Uh, maar kijken we verder nog naar wat kosten rondom transacties, dan zien we namelijk dat dat 21 euro en 16 euro cent is. 12,58 euro, euro daarvan waren de echte transactiekosten. Maar er is ook nog 8,58 euro aan valutakosten. En als ik dan denk aan kosten, denk ik meestal aan die transactiekosten. Dat zijn de kosten die we dus normaal te zien krijgen ook. En dan mis ik in dit geval dus eigenlijk 40% van de kosten. In 2018 was dat zo. En laten we even gaan kijken naar die valutakosten, want het is natuurlijk niet zo dat we niet weten dat ze er zijn. Want dat weten we allemaal dat ze er zijn. En we kunnen ze ook natuurlijk gewoon vinden in het tarievenoverzicht. De kosten voor aandelen staan op pagina 1, de valutakosten staan op pagina 5. Maar we vergeten het vaak omdat we ja, het gewoon niet zien op het moment dat we die transactie doen. Het gaat namelijk om een percentage van 0,1% bij iedere verandering van valuta. Dus stel je hebt euro's bij de giro staan. En je koopt daarvan aandelen in dollars, dan komt er dus 0,1% kosten bij. Dus bij die transactie van Nio die we eerder zagen, daar zagen we 0,58 eurocent aan transactiekosten staan. Maar er komt dus ook nog 87 euro cent aan valutakosten bij. Dat is namelijk die 0,1% keer de 780 euro waarvoor ik aandelen koop. Want we kopen in principe dollars met euro's die we op dit moment hebben. En zoals gezegd, ik pak dan de Giro als voorbeeld. Omdat dat juist de broker is waar ik het meeste gebruik van maak. Maar ik denk ook zeker dat het bij andere brokers ook het geval is. Sommigen zullen het heel duidelijk aangeven, sommige kosten soorten. Anderen zullen het juist heel ja heel niet aangeven misschien wel of in ieder geval moeilijk vindbaar maken. Denk bijvoorbeeld ook aan eToro. Daar weten we dat valutakosten zijn, maar daar zie je dan weer niet bij de transactie. Daar uh, ja, treden ze eigenlijk op op het moment dat je geld stort of opneemt. Want jij stort euro's, maar alles op eToro gebeurt in dollars. Dus het er is wel valutakost, maar die zie je dan weer niet tijdens de transactie. En zo zie je dat iedere broker het eigenlijk op een andere manier doet. En dat maakt het vaak ook moeilijk om het zichtbaar te houden, om het met elkaar te vergelijken. En zou je dus kunnen spreken, van een beetje verborgen kosten. En met die valutakosten zou je er zelfs over na kunnen denken om uh, het aandeel op een andere beurs te gaan kopen. Dat is ook vaak de vraag die je krijgt: van, op welke beurs koop ik nou een aandeel? Dan nou, pakken we even Tesla als voorbeeld. Ik koop dat vaak een aandeel op de thuisbeurs. En voor Tesla is dat de Nasdaq in Amerika. Maar je zou ook kunnen kiezen voor de Cetra. Dan heb je het aandeel in euro's. Dan heb je dus geen valutakosten. En dat kan gunstig zijn. Dat is vooral gunstig bij grotere bedragen. Want dan heb je eigenlijk het verschil van 3,50 euro in het standaardtarief tussen beide beurzen. Want de Cetra kost 4 euro. Amerika kost 50 cent. Dat zou je dan kunnen goedmaken door te besparen op valutakosten. Nou, 0,1 procent. 3,50 euro besparen. Betekent wel dat je 3500 euro in zou moeten leggen in dit geval. Maar het is in ieder geval een optie om toch zeker bij grote bedragen te kijken, of het misschien niet slimmer is om het op een ja, ene beurs op een andere beurs te kopen zo moet ik het zeggen al is het misschien als je met grote bedragen um, gaat beleggen dan maakt die misschien die ene euro of die andere euro niet zo heel veel uit maar laat ook even jouw reactie weten jouw feedback achter onder deze video denk je bij elke transactie die je doet houd je een rekening met valutakosten of heb je het ook een beetje uit het oog verloren omdat het niet altijd zichtbaar is als je een transactie doet en op welke beurs of in welke valuta koop jij het liefste jouw aandelen laat dat dus weten in de reacties onder deze video zijn Daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan een duimpje omhoog. Het is een kleine moeite, maar het helpt zeker wel het kanaal. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.